Hey, hallo, goedemiddag. Weer een groene hoesting. Ik had jullie beloofd om even een tussenverslagje te doen. Wel, bij deze. Je hebt de tomaatjes al zien hangen. Je hebt nu de komkommers. Fantastisch. En we hebben er toch al redelijk veel gegeten, hoor. Hier zien hangen. Dus het gaat vlotjes. Even de paprikatjes. Lukt dus ook heel goed. En je weet wel nog die... wat was het weer? Meloentjes die we uit eigen zaad hebben verzameld. Kijk eens. Ja, en ik denk dat er hier ergens nog één hangt. Ja, daar nog één. Daar al. Komt erop neer dat we al een achttal meloentjes hebben. Nog tomatenplantjes. Ja. Dan die pompoen, maar dat was hoogstwaarschijnlijk een foute keuze om te doen in de serre. Het systeem, je ziet het water lopen. De aardbeien. Maar ik heb de indruk dat de aardbeien toch wel last hebben van de warmte. Want het is snikheet deze zomer. Dus het wordt misschien wel moeilijk in de serre. Dus we hadden ook een pot met look. Even kijken. Ja, voilà. Look groeit ook goed. Ja, dan zie je daar nog altijd de granaatappeltjes staan. Een testje voor een druivelaar. Maar te droog, te warm. Salade heb ik terug opnieuw van de zaadjes van de plant. Voilà. Dus en zo kunnen we maar blijven voortdoen en blijven voortdoen. En altijd maar opnieuw. Hè. Er zitten al zaadjes in de komkommers. In de grootste komkommer zit er gewoon een zaadje. Dit is een tomaat die we gewoon laten schieten van vorig jaar. En we doen zomaar verder en verder en verder. Dus het resultaat van de groene hoesting. Het lukt, het lukt, het lukt. En blijf me volgen.